Dennis hier. Vandaag ga ik een tekentutorial aan jullie laten zien. Maar dan over een vogeltje of een soort van koolmeesje. Wat heb je nodig? Goed gesleepte potloden. Een gum. Maar ik heb dit is eigenlijk apart. Want dit is een potlood en een gum en een blender aan. En dit is gewoon een blender. Dan kan je hem uitblenden. En dan gaan we beginnen. Ik begin eerst met het kopje. Het kopje. Ja, eigenlijk is een koolmeesje, heeft hij altijd een kleur op de kop zitten. Een beetje een zwart hoofdje. En dan, het is ook maar passen en meten. Het is passen en meten. Het bekje maak je dan. En dan zo fijn mogelijk. Je moet eigenlijk zo fijn mogelijk werken. En als je dat niet doet, dan ja. Ja, kijk, ik ben altijd... ik werk altijd zo lief mogelijk even fijn. En ja, zulke dingen, dat zit... Ja, dan moet je gewoon heel fijn... Dat is gewoon heel fijn werk wat je moet doen. Ik probeer hem eigenlijk zoveel mogelijk echt voor jullie in beeld te brengen. Dan gaan we nou eventjes met een soort van streepje. En dan omhoog. En dan een soort van rondje. Een groot rondje. Niet te groot, gewoon een beetje middel. En dan maak je een soort van, van die lichtbolletjes in de ogen. Zo. Kleur je even in. Zo. Zo. En dan ga je... loopt een beetje. Zo. Een beetje die oogjes. En dan loopt dat zwart een beetje naar achteren. Beetje wat een beetje dikker. Zo. Straks maak ik hem even wat duidelijker hoor. En dan zo. Zo. En dan maak ik een soort van streepje onder de kinnetje van de vogeltje. Het kinnetje zo. Hier ben ik weer. Nu gingen we eerst met de nekje en de kinnetje. Nou gaan we dus met het buikje beginnen. Gaan we even naar beneden. Zo, haartjes zo. Een beetje ronde, dat een beetje ronde buik wordt zo. En dan, ga je eigenlijk pootjes maken. En dan die pootjes, die doe je dan zo, met een boogje zo. En dan... Ja, dat is heel lastig. En dan zo. En dan hier één. En hier zo. Het ziet er wel heel apart uit hoor, maar... Ja, het is... En nu weer zo'n pootje. En dan... Het is heel priegelwerk hoor, je moet er wel tegen kunnen. Ik doe mijn best. Zo. Dat zijn de pootjes. Dan gaan we eigenlijk even zo. Dan gaan we eigenlijk met, met de vleugels beginnen. En dan... Hij loopt een beetje zo. Zo. Ja, een beetje. Zo omhoog. Zo.
Zo met zo'n wing. Zo. Maar ook een soort van vleugel, zo'n ronde. En dan doe je weer zo. En dan doe je een beetje, loopt een beetje af. En dan, ja, dan laat je het eigenlijk met zo'n ronde boog ga je weer naar beneden. Ja, nou ja, boog, zeg ik. Nou, zo. Het is gewoon echt, je moet het wel een beetje kunnen, op zich. Het is niet zo gigantisch moeilijk, maar je moet het wel kunnen. En dan zo. En dan het lijstje, hij is wel een beetje dik, vind ik. Vind je niet? En nou, dan gaan we een beetje, ja, een beetje een soort van, ja, een beetje zo. Een beetje, ja, net dat hij gewoon dat beetje afloopt. Zo. Zo. En nu de andere kant. Zo. Dan loopt een beetje zo. Ja, je moet een soort van systeem in krijgen, hè. Het is een soort van systeem en dat moet je dan... Ja, als je die systeem niet... Kijk, nou ga ik ook alweer verkeerd. Veel te dik. Dus dan doe je zo. En dan begin je weer zo. En dan begin je weer zo. Nou... Dan heb je toch weer een vleugel. Ik hoop dat je het goed kan zien. Want ik probeer eigenlijk zo goed mogelijk alles op beeld te krijgen. Maar ja. Kijk, en nou is dit klaar. Nou gaan we eigenlijk met de onderkant beginnen. Nou, de kontje is er al. En dan, ja, dan doe je de onderkant. Een soort van, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Een soort van staartje. Ja, staartje. En dan ook van je rondjes. En dan loopt het een beetje deze kant op. Zo. Tussen. En dan gaan we blenden. Wat doen we? We gaan een beetje blenden, een beetje schaduw nu maken. Dus dat doen we een beetje zo. Zo. En dan pak je je blender. Maar je kan hem ook gewoon als zakdoekje. Kan je ook een beetje blenden en zo. Het is gewoon een beetje een soort van schaduw erin maken. Dat het een beetje levendig wordt. Dat die niet zo saai worden. Dat is belangrijk. Nou, hier zo. Zo. Ja, dan ga je een soort van wankelen. Wankelen? Hoe kom ik nou met wankelen? Oh, Priscilla. Ja. Oh. Een beetje blenden. Maar je kan dat ook met een wattenstaafje doen. Kan je ook gerust, kan je dat ook doen en zo. Gewoon dat de lijnen wat beter zichtbaar zijn. Dat is wel belangrijk. Kijk, en dan maak je dus, dan ga je een beetje zo. Ja, dan maak je als het ware een soort van waaien. Ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. Een soort van waaien, maak een soort van waaien. Maar dan van een vogel. Ja. Ik weet niet. En dan zo. Weer blenden. Ja. Ja, je maakt als het ware die, ja, die lijn een beetje duidelijker. Dit is zo. En dan heb je die pootjes nog. Die kan je ook weer even... Oh, dat is heel secuur. Zo.
dan moet je een soort van. Ja, je moet, dit is gewoon heel secuur werk. En als je niet echt secuur bent, dan is dit niet echt iets voor jou, denk ik. Oké, dan beginnen we eigenlijk met een soort van met die staat of zo. Ook een beetje van, ja. Ga je er weer omheen? Zo. Ja. En dan, ja, dan blem je weer eigenlijk uit. En, ja. Ik ben zo weer bij je terug. Nou, hij is eindelijk klaar. Ik heb hem goed geblend en alles. En ik heb hem ja, goed even ja, een beetje bewerkt, zeg maar. Ja, ik hoop dat je deze video leuk vond. En ja, wat vind je eigenlijk van deze tekening? Laat een comment hieronder. En ja, abonneer op mijn kanaal. En klik op de notificaties, dan hoef je nooit een video van mij te missen. Zoals ik altijd al zei, dat weet ik wel. Ja, en tot volgende week weer.